en muziek. Ik ben Michiel van Epp, ik ben een regisseur van Ramses, de serie. Nou, ik ben Noortje en ik speel Lisbeth List. Ik ben Maarten Heijmans en ik speel Ramses. Voor degene in een schuilhoek achter glas. Voor degene. Ik geloof dat ik eigenlijk alle films die ik gemaakt heb gedaan heb omdat ik er zin in had. En nu had ik in één keer zin hierin. Ik heb de afgelopen 20 jaar eigenlijk alleen maar als documentairemaker gewerkt. Dus documentaires gemaakt. Ik probeer eigenlijk alles wat wij nu draaien op zo'n manier te doen dat het wel een soort echtheidsgevoel heeft. Dus we proberen wel het een beetje op een documentaire manier te draaien. En op die manier er ook naar te kijken. En zij draait om en loopt weg. Kijk ook niet meer om. Gaat niet meer om. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ik las in de krant, sorry, 4 jaar geleden, dat er een serie gemaakt zou worden door Michiel van Epp. En die bewonderde ik heel erg. En dus toen wist ik wel, ze gaan een serie overmaken. En toen werd ik 2 jaar geleden gebeld of ik auditie wilde. Het is heel erg leuk om met zo'n groot team. Het is heel anders dan theater, dat je met zo'n groot. Het is bijna een militaire operatie eigenlijk, weet je wel. Dat hier de straat, het moet worden afgezet en dit en dat. En dat allemaal om gewoon een hele mooie scène te maken, dat is heel tof. Ja, ik heb op de Amsterdamse toneelschool, een kleinkunstacademie gezeten. En daar zongen we vaak nummers van hem. En toen kwam ik een beetje achter Ramses, toen ontdekte ik hem een beetje. En dat is gewoon altijd heel... Ja, daar heb ik altijd wel heel veel mee gehad. Met hem en zijn leven. Ik vind die van hem heel goed. En die van jou? En die van mezelf twijfel ik nog een beetje of het genoeg Lisbeth is. En dan daarna samen. Waren wij niet altijd samen? Dan blijven we ongrijpbaar. Ja, is mooi, is mooi. En die tezamen vind ik zo raar op het eind. Zo samen. Zo. Maar volgens mij, in mijn versie, doet hij dus zo samen en zij te. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Dat is natuurlijk wel heel echt. Ja. Om dat te doen. En rauw. Niet helemaal goed, maar volgens mij is het een heel goed idee. Samen waren wij niet altijd samen. Voor eeuwig met elkaar vergroeide namen. Zo samen, te samen, door de jaren heen. Ik vind televisie wel heel anders dan toneel. Ja, de aandachtsverdeling is heel anders. Sowieso aan zo'n serie werken, de hele spanningsboog is heel anders. En je werkt met elkaar samen aan een product en allemaal flarden iedere dag. En dat moet uiteindelijk allemaal bij elkaar komen. Al die eilandjes ook van de mensen van het licht, van het geluid, de regisseur, opnameleiding. Alles bij elkaar en dan wij als acteurs alles bij elkaar. En uiteindelijk in elkaar passen en dan heb je ook nog eens het hele montageproces. Dus uiteindelijk kan je alleen maar je steentje bijdragen. En ben je een soort van afhankelijk van wat het uiteindelijk wordt. Maar in dit project vind ik het echt super bijzonder hoe het tot nu toe allemaal gaat. Jullie zijn net aangeschoten, precies, maar het is, dus de gesprekken zijn niet heel lief over de kinderen, zullen we zeggen. Het script is door Marnie Blok is zo goed, is zo rond, is zo Ramses eigenlijk. Ik hoop en ik verwacht dat de serie dezelfde
wervelwind zal zijn als die Ramses in de jaren 60 door de stad geblazen heeft. 73 nummer 1. Mark. Opgelet. Mark. Film het allemaal door elkaar, weet je wel, dus oud, zeg maar, nu heb ik had net een pruik op, dat is nu af, en als hij jong is, dan is het zeg maar dit haar, maar iets korter geknipt, en dan heel jaar 50-achtig. Dus je zit dan in de kleding en make-up, je ziet jezelf in de spiegel, zit je een half uur, word je helemaal zo, en gewoon door daarnaar te kijken eigenlijk, dat is eigenlijk het ritueel, dan, ja, word je hem. Het is heel erg leuk om die spellist te spelen. Ik vond het in het begin ook wel heel eng, heel spannend. Ik dacht echt, god, waar begin ik aan? Het heeft zo'n extra druk. Neemt het met zich mee, vind ik, om iemand te spelen die nog leeft en waar iedereen zijn mening over heeft. Nou, wat ik hele leuke scènes vind, is als Ramses optreedt. Dus zingt, speelt voor de mensen. Dat vind ik ook heel spannend, want het is allemaal, alle muziek, het is allemaal live gezongen, dus en live met muzikanten, dus je ziet gewoon echt een optreden. Dat vond ik heel leuk. Ja, en de scènes dat hij, het is een beetje in aflevering 3, dan is Ramses op zijn eenzaamst. Dan loopt hij heel veel in zijn eentje door de stad. Gaat die kroeg in, kroeg uit, wordt hij weer uitgegooid omdat hij te dronken is, te onredelijk naar mensen. Dat vind ik ook een hele leuke sens, dat hij op zijn eenzaamst is. Ja. Nou, ik ben bij Lisbeth koffie gaan drinken. Of eigenlijk wijn, moet ik eerlijk zeggen. Thee en wijn. Ja, dat was heel bijzonder. Ik ging er echt met een enorm vol hoofd vandaan, omdat je eigenlijk op allemaal verschillende niveaus bezig bent. Aan de ene kant ben je gewoon een gesprek met iemand aan het voeren en je probeert ook iemand de hele tijd in de gaten te houden, toch een beetje van hoe iemand nou beweegt en hoe iemand wat voor energie je een beetje voelt bij iemand. Dus je bent aan het kijken, heel goed aan het luisteren, dingen aan het waarnemen, tegelijkertijd gewoon een normaal gesprek aan het voeren, dingen opschrijven. Ik was met zoveel dingen bezig en het was zoveel informatie wat ze me vertelde. Maar ik vond het wel heel bijzonder. Ik vond het heel bijzonder omdat ze heel open was over haar leven, over haar emoties, over alles eigenlijk. En dat vond ik er heel erg bijzonder aan. Dat je zo mag inzoomen op iemands leven en zoveel persoonlijke details mag horen. En daar is ze eigenlijk heel, heel vrij en daar staat ze zich heel kwetsbaar in op. Dus dat, ja, dat vond ik echt heel erg fijn en een hele bijzondere ervaring. Nee, we hebben een shot opgeleid voor als Ramses zijn vuilniszakken buiten zet. Dat is één shot. Ze zet al wat fietsen aan een fietsenrek vast die te modern zijn. Die niet in beeld mogen. Er zitten wat oude fietsen tegenaan. 425 teken 4. Actie! Ik ben eigenlijk al mijn hele leven een groot bewonderaar van Ramses. Ik heb hem ook wel ontmoet een paar keer, maar dat was echt in zijn nadagen. En toen was hij toch echt wel, ja, weet je, altijd onder invloed, drank en gedoe. Maar de jonge Ramses, wat een heel inspirerend iemand is geweest, die had ik wel graag willen ontmoeten. En toen ik op het idee kwam om een dramaserie te maken, dacht ik, oh, dat moet dan alleen maar over die jonge jaren gaan en niet over het einde van zijn leven. Wij zijn in eerste instantie op zoek gegaan, nog voordat we zeg maar, met de scenario's zijn begonnen, zijn wij eerst gaan casten om te kijken of we iemand konden vinden die dat echt aankon, die rol. En Maarten Heijmans was de allereerste acteur die als een screentest deed. En toen wist ik eigenlijk al meteen al zeker dat hij dat moest zijn. Ik kon me niet voorstellen dat ik een beter iemand tegen zou komen. Ik hoop dat mensen die naar de serie kijken, dat ze heel erg zin krijgen om te leven en om avonturen aan te gaan. Kijk, Ramses is iemand die mensen op kon tillen tot grote hoogte, zodat ze een andere wereld kon laten zien of ze hun mensen tot nieuwe inzichten kon brengen. En ik hoop dat de serie dat gevoel ook meegeeft en in die zin heel inspirerend is voor kijkers. En actie!